First Lady komt belofte wat capaciteit krijgt en more na. De belofte van First Lady Ingrid Boutersen-Waldering om Paramaribo te voorzien van een bijzondere unieke toeristische trekpleister is ingelost. In de aanwezigheid van ambassadeurs, overheidsvertegenwoordigers en andere nodigden is op woensdag 7 augustus 2019 de Wakka Passie Kreeft en Moor officieel geopend. Op de locatie aangrenzend aan de Palmentuin zijn er 24 cabanas opgezet waar ondernemers de gelegenheid hebben om hun waar aan de man te brengen. Allerlei vormen van kreeft zullen op deze plek worden aangeboden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.